Zwemverenigingen en recreanten krijgen toch genoeg plek in de nieuwe te bouwen tongenreep om te kunnen zwemmen. Dat heeft wethouder Steenbakkers beloofd. Met name de zwemclubs waren bang dat topzwemmers straks veel meer gebruik kunnen maken van het zwembad, ten koste van de verenigingen. Maar die zorg is nu weggenomen. Dus we gaan gewoon met een aantal partijen die allemaal in dat zwembad willen, waarvan we weten in uren past het, gaan we gewoon de optimale planning maken. En ook heel helder daarop, dan kunnen ze zich als raad op inspreken. Ik zeg passend water, passend tijdstip, passende doelgroep. En uiteindelijk is het de gemeente die inplant en die planning maakt met elkaar. En dat doen we in overleg, dus dat is geen dictaat van bovenaf, dat doen we in goed overleg. Maar dat betekent altijd dat je met elkaar zult moeten schipperen. De grootste zorgen zijn weg. En nu is het samen gaan kijken dat we het ook daadwerkelijk passend invullen. Want daar ligt natuurlijk wel de puzzel. Ook de Eindhovense gemeenteraad was bang dat verenigingen en recreanten in de knel zouden komen. Maar zijn nu ook gerustgesteld. En dat er zowel voor de topsport als voor de recreanten genoeg voorzieningen zijn en genoeg uren om hun ding te doen. De verbouwing van de tongenreep kost in totaal 28 miljoen euro. De verwachting is dat het nieuwe zwembad over een paar jaar de deuren sluit.